Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Wikipedia, de Free Encyclopedia. Ja, alsof ik het ooit op school heb gehad. Yo, yo, Jodier. Voorheen hebben we het gehad over de Roman Empire, over het Byzantine Empire. Vandaag gaan we het hebben over... Pompidompidom, ja, nee. Vandaag gaan we het hebben over de Ottoman Empire. Ook al bekend als Turkije. Voor de Ottoman Empire. Echt vroeger voor de Ottoman Empire woonden ze in Azië. Echt waar. Maar ze besloten in één keer met twee grote migratiegroepen om naar Anatolië te gaan. En als je niet weet waar Anatolië ligt, dat is zeg maar dat centrumgedeelte van Turkije wat we nu kennen. En die twee groepen gingen naar Khorasan, wat nu Iran is, en naar Azerbeidzjan. En vanuit Khorasan werd het grote Seljuken Rijk opgebouwd. En dat Seljuken Rijk, oftewel de Seljuk Empire, had ruzie met het Byzantijnse Rijk, waar ik het de vorige keer over had. En omdat het Byzantijnse Rijk hun te sterk waren, is het gewoon in één keer in kleine staten verdeeld. En dat was zo'n beetje het einde van het Seljukenrijk. En daarna ontstond de Ottoman Empire. Doe een beetje denken aan de Revival Gem van Yu-Gi-Oh! Zeg maar dit. De oprichting. De Ottoman Empire is opgericht door Osman de Eerste, oftewel Osman Beg. En die kleine staten waar ik het over had, die werden geleid door onze grote vriend Osman. En ik had het al over die Revival Gem. Hij spat uit elkaar, maar dan gaat hij weer langzaam terug ineen. En dat is daar gebeurd. Nou ja, niet letterlijk heel dat Seljukenrijk, maar dat stukje bij Anatolië. Daar begon het mee. En het was ook echt in de oprichtingsperiode dat de tweede migratiegolf pas kwam. En die stonden echt onder druk van de Mongolen. En zo is een beetje het Ottomaanse Rijk ontstaan. Ja, je kan hier een beetje nog een stukje van het gifje zien waar het echt is begonnen. De talen. Ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd. Turks. Oftewel Ottomaans. Als Turks variant. Dus je hebt Turks, maar je hebt ook Ottomaans Turks. Ver af. Maar je hebt natuurlijk ook Grieks. En daar zul je dadelijk wel achter komen waarom. Het Byzantijnse Rijk, daar spreken ze Grieks. Maar er komt ook nog bij Arabisch, Koerdisch, Albanees, Slavisch, Armeens, Hebreeuws en Perzisch. Kunnen ze elkaar wel verstaan. De Ottoman Empire versus de Byzantine Empire. Dit heb ik ook al aangehaald in de vorige video van 4 weken geleden over de Byzantine Empire. Ja, hun einde is het begin van de Ottoman Empire. Want in 1299, toen was de Ottoman Empire nog heel jong en toen waren ze al volop bezig tegen de Byzantine Empire. Ik moet me echt gedragen. En dat is begonnen onder de naam Osman Gazi, oftewel Osman II. Hij veroverde de stad Bursa en dat werd ook de hoofdstad toen. En Izmik en Izmit. Zeg ik dat goed, want die lijken wel veel op elkaar. En over de jaren heen, vooral tijdens deze oorlog, werd het Byzantijnse Rijk maar zwakker en zwakker en zwakker. Waardoor het eigenlijk de kans groter is, waardoor we uiteindelijk het Byzantijnse Rijk gaan veroveren. Met als einddoel Constantinopel, want dat willen ze pas echt graag. Constantinopel. Dat hele rijk boeit er niks, maar Constantinopel. Over Constantinopel gesproken, verovering Constantinopel. Ja, want dat is een apart blokje in deze video. Want het is niet zomaar een onderwerp. Er is zelfs een film van gemaakt en een serie op Netflix. De sultan was op dat moment Mehmet II. Deze man was een hele intelligente man en hij had echt als doel om Constantinopel te veroveren. Hij wilde gast zijn. Hij wilde die sultan zijn die echt die stad ging veroveren. En hij zei ook echt dat het hem ging lukken. Ja, hij had gelijk. De sultan daarvoor, Murad II, dat is zeg maar de vader van Mehmet II, die probeerde dat ook al. En Mehmet II die keek toe en zei, papa. En hij beloofde zijn vader toen al dat hij de stad ging veroveren. Maar Constantinopel veroveren is niet heel makkelijk. Ik bedoel, er stonden muren omheen. Nou, dat is dat is net China. Die muren waren van bakstenen en keien gemaakt. En keigoed en keistevig. Nou, die muren waren zo robuust. Er was gewoon geen leger die er doorheen kwam. Er waren zoveel legers die het probeerden. Niet alleen van het Ottomaanse Rijk, maar ook van de Umayyaden. En heel lang waren de Byzantijnen die daar woonden ook gewoon sterker dan de Ottomanen. Maar Mehmet had een voordeel boven zijn voorgangers die het ook probeerden. En dat zijn kanonnen. En ja, hoe wil je een muur doorbreken? Inderdaad, kanonnen. Maar je wilt natuurlijk niet zomaar kanonnen hebben, want die muren waren zo enorm sterk dat een Hongaar
naar hem toe kwam van weet je wat, ik heb een idee voor jou. Ik maak voor jou een gigantisch kanon. Dat heeft Orbán voor hem gedaan. Hier heb je een foto van die kanon. Dat is echt een flinke toeter van 5 meter met een diameter van 63 centimeter. Maar ze hadden ook kleinere kanonnen bij, hoor. Maar dat kanon, hij kon maar eens in de 3 uur gebruikt worden. Eens in de 3 uur. Dat is echt insane. In dat kanon kwamen er 1 keer scheuren in en toen zei hij van, joh, we moeten wachten tot morgen. En Mehmet zei, nee, ik heb geen tijd. Ik wil dat die kanon nu gebruikt wordt. Weet je wat er gebeurde? En zo overleed Orbán, jouw held die jouw kanon maakt. Ik heb gezegd dat Mehmet II een slimme man was, dat is hij ook geweest. Maar dat is een minder slim momentje. Had gewoon geduld. Daarnaast werd er ook gewoon met boten naartoe gevaren om hem aan te vallen. Dat is ook niet gelukt. En er zijn de Serbiërs, die hebben zelfs een tunnel ondergronds gegraven. Ook dat is niet gelukt. En het Ottomaanse Rijk heeft maar liefst 23 legers daarop afgestuurd. Wat is gefaald? 23 legers. Elke keer als je daar een leger naartoe stuurt, dan is het weer zo van, stop maar, begin maar helemaal opnieuw. En er zijn zelfs gevechten geweest dat die Byzantijnen zo veel sterker waren, dat is niet 1 soldaat verloren. Maar dat is als je hun verhaal moet geloven dan. Ik bedoel, I don't know. Maar Mehmet II die gaf nooit op. Er was een avond, komt hij met 3 legers aan. Want ja, wat is beter als 1 leger? 3 legers. En die stuurde die 1 voor 1 af. En bij die eerste 2 had hij ook alweer verloren. Maar omdat hij dat allemaal dezelfde avond deed, waren de Byzantijnen al best wel vermoeid. En dat laatste leger, dat was best wel sterk. Die hadden echt heel veel discipline en bam, ze kwamen binnen. En de keizer van het Byzantijnse Rijk, Constantijn de 11e, die besloot gewoon terug te vechten totdat de laatste soldaat is gestorven en hij zelf ging ook helpen. Hij wilde liever daar doodgaan dan ontsnappen. De grootste omvang Ottoman Empire. Ja, toen hadden ze Constantinopel en dat is Istanbul geworden, maar ze gingen nog veel verder dan dat. Ze hadden bijvoorbeeld Hongarije veroverd, zeg maar waar onze grote vriend Orbán vandaan kwam. Misschien kunnen ze daar wel meer mensen vinden die een kanon kunnen bouwen. Maar ze hadden ook Egypte in hun macht. Dat heeft de Roman Empire gedaan. Zijn ze verloren. Daarna deed de Byzantijnse Rijk het opnieuw. Dus eigenlijk ook de Roman Empire. Dus ze hebben het 2 keer gedaan. Nu de Ottoman Empire wil ook weer Egypte hebben. Laat ze een keer met rust. Het wordt nog leuker. Egypte was eigenlijk al veroverd door de Mamluk Sultanaat. En de Mamluk Sultanaat werd veroverd. Dus zo werd Egypte veroverd. Laat ze een keer met rust. Ze hadden ze gelijk weer een hele lap grond erbij in Afrika. En zo ontstond het Ottomaanse Egypte. No shit, Sherlock. Ze hadden ook een stuk veroverd van Safavid Dynasty. Dat was zeg maar Iran. Ook dat was Iran. Iran heeft veel namen gehad. En ze hadden ook Cyprus. Daar is trouwens in het heden ook nog wel iets mee met Turkije. En als laatste, ja, Napoleon had ook ruzie met de Ottomanen. De Ottoman Empire was echt een hele grote vijand van Napoleon. Zoiets. The fall of the Ottoman Empire. Aan alles komt de eind. Dus ook de Ottoman Empire. Ik bedoel, nu bestaan ze niet meer. Ik krijg een berichtje. Ik laat jullie even een gifje zien. En in de 17e eeuw gingen ze bergafwaarts. Althans, daar begonnen ze bergafwaarts te gaan. Er waren bijvoorbeeld stukken die werden onafhankelijk van hun. Ik bedoel, er waren best wel veel landen veroverd door de Ottoman Empire. Dus ja, die dachten van, weet je wat, ik wil hem eigen. Maar in de Eerste Wereldoorlog kregen ze ruzie met zowel Rusland als Duitsland. Oftewel het Heilige Romeinse Rijk. Wat? En in 1922 was het officieel voorbij voor de Ottoman Empire. Ja, aan alles komt een eind. Behalve worst, die heeft er 2. Heb ik die wel eens eerder gemaakt? Ik bedoel, alles heeft een einde. Behalve worst, die heeft er 2. En zo bestond het keizerrijk 623 jaar. Dat is heel lang. Turkije. Maar de Ottoman Empire bestaat eigenlijk nog steeds. Maar ja, ze waren gewoon een jaartje er tussenuit. En kregen een soort van onafhankelijkheidsoorlog. En zo ontstond Turkije. En ja, Turkije is eigenlijk ook gewoon in principe de Ottoman Empire. Maar dan met een andere naam. Ik bedoel, toen de Ottoman Empire bestonden, werden ook gewoon Turken genoemd. Dus is Turkije misschien wel een betere naam? Ja, nee? Gooi het in de comment hier beneden of stem hierboven. Maar er is een deel van Cyprus. Ik bedoel, ik heb eerder verteld dat ze Cyprus hadden veroverd. Maar een deel daarvan hebben ze toch weer terug weten te kapen. Dat stukje is van Turkije geweest. Maar ook dat stukje werd weer onafhankelijk. Dat heet nu Noord-Cyprus. Dit is de vlag daarvan. Dus je kan best wel zien in die vlag dat het Turkije was. En als je op vakantie gaat in het Cyprus, daar in het zuiden, dan mag je niet die grens daarover. Blijkbaar.
Je mag wel komen, maar niet via die grens. Waar slaat dat op? Maar ze zijn wel onafhankelijk, maar hun leunen eigenlijk op de economie van Turkije. Dus is het nog steeds een soort van Turkije, maar ook weer geen Turkije. Maar toch wel een beetje Turkije. En ja, na al die jaren bestaat Turkije nog steeds. En bestaat ook Istanbul nog steeds. De o zo grote stad die onze grote vriend Mehmet zo graag wilde hebben. Die ook wel gezien wordt als de grote held van Turkije. De stelling heb ik al gehad in deze video. Dus dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer en ring de bel. En zie je de volgende video extra snel. De kleine standaard ben ik maar zoet. Vind ik het heel leuk. Tot de volgende keer. Later.